De spoorzone. Vroeger een verboden stad, nu een bruisend stukje Nieuw Tilburg. Hoewel er verschillende nieuwe initiatieven ontstaan, is het een plek met veel historie en verhalen. Bij de Stadsgidserij weten ze er alles van en die kennis delen ze graag met anderen. Ik ben uiteraard stadsgids hier in Tilburg. Ik zit ook in het bestuur, een penningmeester. En daarnaast ben ik dus coördinator van de grondleidingen in de spoorzone. En wat doet de Stadsgidserij? De Stadsgidserij heeft zich ten doel gesteld om Tilburg te promoten. En dat doen wij door middel van wandelingen en grondleidingen en dat soort dingen die daar dus mee te maken hebben. En die wandelingen die gaan dus niet alleen door het centrum van Tilburg, maar bijvoorbeeld ook door de wijk Theresia, door Tivoli, door Korvel. Verschillende wijken. Daarnaast hebben wij ook een soort themawandelingen, bijvoorbeeld architectuur, kunst. En sinds een paar jaar zijn we dus bezig met dwaalwandelingen. En wat is een dwaalwandeling? Een dwaalwandeling gaat door het dwaalgebied uiteraard. En daar bezoeken wij in een tijd van 3 uur een aantal ondernemers die daar zitten. De meest jonge ondernemers, mensen die daar pas begonnen zijn, die hun droom waargemaakt hebben. Zo vertel ik het altijd. Want het zijn vaak mensen die voor zichzelf begonnen zijn, dat ook altijd graag gewild hebben, maar nooit de kans toegekregen hebben. En klein beginnen, waardoor het vaak wel hele leuke plekken zijn waar zij zijn begonnen en hun waar aanprijzen. We bezoeken dus ook de oude wagenmakerijen. Het is bijvoorbeeld de Koepelhal, die kennen heel veel mensen al. Maar dan als die dus gevuld is, als er een of ander evenement is. En als je met ons meegaat, met een rondleiding, dan kun je de Koepelhal niet altijd, maar vaak, dus ook helemaal leeg zien. En dat is heel verrassend voor veel mensen. Daarnaast hebben we natuurlijk wagenmakerij 2. Dat is de hal met de sheddaken, die weer heel anders is dan de Koepelhal. En voor mensen ook altijd wel heel verrassend. Vooral ook als je uit de Koepelhal komt waar het donker is, schemerig, zeker als er geen lampen aan zijn. En je komt dan in de wagenmakerij, dan kom je in één keer in het daglicht. En dat komt dus door het sheddak wat op die hal ligt. We hebben hier een hele grote afscheiding gehad op het terrein. Hè? Dus een muur van 2,5 meter hoog. En in die muur zaten om de 50 meter van deze luikjes. En het verhaal gaat dat die luikjes er waren. De mensen hadden echt 2 uur pauze. Want die hadden werktijden van 10 uur per dag. En hadden echt een middagpauze. En in de middagpauze moesten die mensen warm eten hebben. En het verhaal gaat dat hier deze luiken werden gebruikt om de warme hap de vrouwen aangereikt werden om die hier dan te nuttigen op de werkplaats. Andere is, dat kan ik andersom gebruiken door het koper even te lenen. Nou, en dat is een beetje het verhaal. Ik kan het zelf niet bevestigen, want ik heb het nooit in werkelijkheid meegemaakt, maar dat is de anekdote. Dus het luiken, enerzijds voor het aanreiken van warm eten, en anderzijds van, als je iets leent, kun je het ook makkelijk later uit. Dat is het verhaal. En die luikjes zitten er nog steeds? Nu niet meer, want de delen zijn gesloopt. Hè. Bij de ontmanteling van het complex zijn ook deel van de muren. Er staat nog een stukje achter het ketelhuis. Er is nog een stukje van die oorspronkelijke muur te zien. Dat is het enige plaatsje. De hele spoorzone als geheel vind ik de ontwikkeling die daar plaatsvindt en de vooruitgang daarin. Dat vind ik dus geweldig. Wat ik het mooiste vind, het mooiste vind ik dus niet de Koepelhal, wat veel mensen dan denken, maar de Lokhal zoals hij dus nu is.